Arnold van Raak, goed dat je er bent. Ja, dat was een tijd dat je hier altijd als Kamerlid zat natuurlijk. Hè? Ja, nu als gewoon mens. Ja, hoe is dat? Nou, als heerlijk gewoon mens hier, ja? Als gewoon mens is het altijd heerlijk. Ja, dat is veel fijner eigenlijk, toch? Ja. Zou je nog in de politiek willen zitten nu? Nou, ik ben eruit gegaan omdat de parlementaire politiek steeds meer een mediapolitiek werd. Ja. Dat was in april, maart vorig jaar. En dat is sindsdien niet minder geworden. Wow. Ik heb het idee dat als ik nu in het parlement zou zitten, dat ik me er nog minder op mijn plek zou voelen. Omdat, zoals ik het volg, Sophie mag mij verbeteren als het niet zo is, maar dan veel debatten zijn toch eigenlijk een plek geworden om filmpjes te maken voor de sociale media. Mm-hmm. En dat is denk ik de omgekeerde wereld. Nou, Sophie, hoe is het vak voor jou? Als je dan van de week ziet wat er met Merel Ek gebeurt, of Merel EK, zoals ik altijd noem. Ik ben wel benieuwd of volgende week er iemand op mijn deur klopt, namelijk misschien Gideon van Meijeren, om een filmpje te komen maken. Ja. Van de rioolratten. Vraag ik me wel af, ja, wat ga ik dan doen? Doe ik dan de deur dicht? Zeg ik, hey Gideon, gezellig, ik kom een kopje koffie. Zal ik even voor je halen bij de koffieautomaat. En zullen we het er eens even goed over hebben? Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar wat jij zegt, Ronald, het is eigenlijk erger geworden dan een jaar geleden. Ja, dat heeft met rollen te maken. Je moet denk ik beseffen, het klinkt een beetje ouderwets, maar goed, ik ben nu gewoon mens, dus ik mag alles zeggen. Ja, je bent een gewoon mens. Je ziet er ook veel gewoner uit opeens. Ja, dankjewel. Je ziet het ook meteen. Je hebt gewoon een trui aan. Ja. Kijk, je hebt een ambt. Je moet een rol spelen als Kamerlid. En je hebt een rol als journalist. En een journalist moet kritisch de macht ondervragen. En een Kamerlid moet ook kritisch debatten voeren, maar ook geïnteresseerd zijn, op zoek gaan naar de beste oplossingen. Dat zijn rollen die je moet spelen. Mm-hmm. En als je dat niet meer doet. De historicus Huizinga had volgens mij een hele mooie opmerking. Dat was in de jaren 30. Je moet nooit historische periodes vergelijken, maar in de jaren 30 lag natuurlijk de parlementaire democratie onder vuur. Je had extreme communisten, extreme fascisten. En die Huizinga was nogal conservatief. En die zei van, de parlementaire democratie is tegen elk standpunt bestand. Elke mening kan een plek hebben in de parlementaire democratie, behalve als politici het niet menen. Als ze dingen zeggen voor het effectbejag of voor de beeldvorming. Ja, maar dat doen politici toch altijd, de hele tijd? Dat voor is alle partijen. Dat is misschien dan ook een van de problemen in de huidige politiek. Niet dat je extreme opvattingen hebt, maar dat je het spel, de politiek zelf, niet serieus neemt. En dat is natuurlijk precies ook wat er gebeurt met Forum. Die gebruiken dat parlement toch eigenlijk als een soort speeltuin. En ik denk dat niet zozeer wat ze zeggen, maar hoe ze zich opstellen in het parlement, dat misschien nog wel gevaarlijker is. Hoe kijk jij er nou, Olaf, wat van de week gebeurde? Nou, ik vind het. Ik heb wel eens het idee dat we in Nederland totaal niet weten waar we tegenop boksen. Er valt niet democratisch te praten met een ondemocratische partij. Ik weet niet in welke mate onze democratie weerbaar is tegen ondemocratische tendensen. Ik bespeur een soort naïviteit die ik ook aan het begin zag, toen Baudet wel ineens de verkiezingen had gewonnen. En dat iedereen, al die vrije VVD'ers, dan zeiden, nou, maar ik ga wel eens lekker met hem praten. We moeten zo'n goed gesprek voeren, dan komt het wel goed. Ja. Ja, dit los je denk ik niet op met een goed gesprek. Maar als ik nou de afgelopen weken, maanden kijk, dan zie ik voortdurend in het nieuws, en dat neem ik journalisten niet per se kwalijk. Maar toch een beetje. Ja. Maar je ziet precies mensen die ophef veroorzaken of onderwerp zijn van ophef. Het is meteen het ene ophef na het andere ophef. En dat vind ik wel een klein beetje een giftige cocktail, dat politici, Kamerleden die op zoek zijn naar effectbejag, journalisten, media die goed scoren, veel klikken krijgen bij ophef, effectbejag. Ja, en dan begint het wel een beetje gevaarlijk te worden, omdat ik de politiek, ik weet namelijk, ik heb dat bijna 20 jaar gezeten, ik weet wat er in het parlement gebeurt. Daar wordt heel serieus gediscussieerd over hele serieuze problemen. Dat gebeurt ook allemaal in dat parlement. Maar de meeste mensen hier die hier langskomen, hier in Amsterdam, die zien dat niet. Die zien alleen maar de ophef en de ophef over de ophef en daar de ophef over. Dus dan zie je ook dat het beeld van de politiek eigenlijk ook in niks lijkt van het handwerk, wat gelukkig ook nog door veel Kamerleden wordt gedaan. Dat gebeurt nog wel, voor de duidelijkheid. Want dat is wat je zegt. Ik bedoel, ik presenteer de meeste, ik heb in mijn tijd, zomaar zeggen, maar dat is nog maar 1,5 jaar geleden, dus zoveel anders zal dat niet zijn. Je hebt eigenlijk altijd een serieus debat. Hmm. Totdat de camera van RTL of de NOS binnenkomt. Of dat er journalisten binnenkomen. Dan zie je dat Kamerleden in een andere rol schieten, een spelletje gaan spelen. Maar er zijn 10, 15 vergaderingen tegelijk bezig met allemaal saaie, moeilijke, ingewikkelde onderwerpen. Waar Kamerleden echt wel proberen om het te snappen en er iets goeds van te maken. Maar dat zie je helemaal niet.
En intussen werd onze energiemarkt geliberaliseerd en er zat geen camera of journalist in de zaal. Nee. Ooit. Nee, precies. En als je dat dan zei, dat dat een belangrijk onderwerp was, ja, maar dat deed er niet toe, want er was ophef. Dus als je aandacht vroeg voor de liberalisering van de energiemarkt en waarom dat slecht was, dan was je buiten de orde. Dan deed je niet mee aan het politieke debat. Want het politieke debat ging over ophef. En als je daar niet aan meedeed, ja, dan deed je niet mee. En dat is wel een van de dingen waar ik destijds wel op ben afgeknapt. Ja, want de afgelopen weken hadden we het over Ariep, een onderzoek naar Ariep. We hebben Gijs van Dijk weer gehad. Maar hoe zit het nou precies met Gijs van Dijk? Ik krijg allemaal verschillende berichten binnen. Sophie heeft dat gestudeerd. Ja, hij is nu helemaal vrijgepleit, volgens mij, Sophie. Ja, sorry, zeggen ze bij de PvdA. Het was toch onzorgvuldig, dat onderzoek. Ik heb hier een verklaring op mijn mobiel van de woordvoerder net gekregen. Ja, ja, het was toch geen grensoverschrijdend gedrag. Het was een privézaak. Ja, meerdere relaties tegelijkertijd. Dat was het verhaal, toch? Maar dat roepen we al vanaf het begin. Dit was een privézaak. Ja, als jij ruzie hebt met je ex en je bent nog een keer vreemd gegaan en misschien nog iemand anders waar je seks mee hebt gehad, of ik weet het niet. Dat is toch, dan hoef je het er niet voor uit de kamer worden. Dan kun je wel heel Den Haag wel naar huis sturen. Ja, is het zo erg in Den Haag, ja? Nou ja, ik denk niet dat Gijs van Dijk de enige is met een affaire in Den Haag. Ken je dat verhaal ook? Ik ben een hele brave jongen. Ja, maar de rest niet. Ja, je hoort wel eens wat. Maar zou je dan, bij de SP zou je dan Marijnissen naar huis sturen als ze een paar fijne relaties heeft achter de schermen? Dat is toch een privézaak? Ja, als dat het politieke optreden niet schaadt, dan is het privé. Dus dat is nu eindelijk, nou, volgens mij is het in februari begonnen, is het nu duidelijk en naar buiten en klaar. En Gijs van Dijk is vrijgesproken, maar hij wil toch niet terug in de Kamer. Want? Ja, het is niet zo gezellig meer, denk ik, bij de PvdA, toch? In nee, de fractie. Maar vorige week leek hij weer wel terug te willen. Het is bijna niet te volgen. Hij wilde terug, maar dat was denk ik ook een drukmiddel. Want hij wil vrijgepleit worden. Hij wil gewoon verder met zijn carrière en met zijn leven. Dus hij heeft het denk ik gebruikt van, oh, als jullie mij niet vrijpleiten, want ik ben onschuldig, en dan is mijn carrière dus naar de kloten, dan pak ik gewoon mijn zetel mee. Dan word ik een zetelrover. Nou, dat heeft hij nu niet gedaan. En hij kan verder met zijn leven. PvdA heeft zich de laatste maanden wel redelijk goede diensten zelf bewezen op deze manier van werken. Maar dat heeft ook weer veel met beeldvorming te maken. Kijk, als er klachten zijn, als er mensen zijn die zich bedreigd voelen, moet je dat bloedserieus nemen. Mm-hmm. Maar het is ook door de beeldvorming dat het groter is geworden, dat er een slecht onderzoek is gedaan. Want het onderzoek is dus blijkbaar niet goed. Er is niet gekozen voor En redelijk gestuurd, blijkt ook, toch? En op een moment door de voorzitter. Precies, allemaal om de beeldvorming maar te beïnvloeden. Omdat de beeldvorming zo was. En toen is er een beroepscommissie geweest, die heeft een uitspraak gedaan. Ja, en als je een partijdemocratie hebt en een beroepscommissie doet een uitspraak, dan is het klaar. Maar ook toen werd weer gedacht, ja, maar de beeldvorming. De beeldvorming rondom de partijen, de beeldvorming rondom de voorzitter. En de beeldvorming rondom Gijs van Dijk. Het was allemaal weer een kwestie van beeldvorming. En ik denk dat dat ook voor Gijs belangrijk is geweest, dat hij nu genoegdoening krijgt, dat beeld in ieder geval is rechtgezet. Maar als er meer naar de inhoud was gekeken en er een goed onderzoek was gedaan, dan had denk ik ook de partij zichzelf een dienst bewezen, denk ik. Het is wel altijd gezeik bij de PvdA. En Asscher is natuurlijk ook weggegaan. Ja, was ook misschien vanwege de beeldvorming. Rutte zit er nog. Ja. Ondanks de beeldvorming. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, hij trekt zich daar werkelijk niets van aan. Nee. Maar ja, herkent zich er ook nooit in. Hij is altijd mijn politieke tegenstander bij uitstek geweest. Maar ik moet ook zeggen, kijk, als er iemand is die zich niks van beeldvorming aantrekt, dan is hij het. Mm-hmm. En daar zijn we allemaal heel boos over. Maar hij zit er al 12 jaar. En hij steekt op dit moment nog steeds met kop en schouder boven de rest uit. Ja, is het verschil zo aanzienlijk, ja? Ja, als ik hem in de Kamer zie en hoe makkelijk die de Kamer bespeelt. Dat is echt, als je dat technisch gaat bekijken, ja, dat is heel knap. Het is allemaal technisch, dat is het hem. Ja, het zijn 3-4 trucjes. En als je die doorhebt, het laatste trucje is als je zegt van, ja, dat is het standpunt van de SP. Of van de Partij voor de Dieren. Of van een andere partij. Dat is dan zijn laatste. Hij heeft een aantal hele interessante retoren